Dit schilderij is vreemd. Dag, tand. Hallo, tandenvee. Kan niet wachten om je te zien. Kom me rijk maken. Mijn zus is zo naïef. Wacht even, ik had ook nog ergens een oude tand van de lagere school liggen. Laten we eens kijken hoe het werkt. Goedemorgen. Joepie, de tandenvee heeft een dollar voor me achtergelaten. Ik heb niets gekregen. De tandenvee is gierig. Ik heb een hele dollar. Ik ben rijk. Mijn zus heeft geluk. Wat? De tandenvee heeft voor mij een bank beroofd. Ik ben miljonair. Wacht even. Ik moet al dit geld verstoppen. Oh nee. Rick, wat is er met je aan de hand? Ik heb gewoon dorst. Gewone dingen. Ik haal wel even wat frisdrank. Hoeveel is het? Wauw, zoveel geld. Nu kan ik me uitleven tijdens het winkelen. Ik wil alles hebben. Broer, jij betaalt. Wat heb je gekocht? Waarom zou je een dinosaurus nodig hebben? Oké, ik betaal. Bedankt. Bro, geef me wat geld voor snacks. Oké, hier. Bedankt. Broer, geef me geld. Alsjeblieft, geef me wat geld. Alice, is dat een droomplank of wat? Dit zijn de eerste levensbehoeften. Ik heb echt een telefoon nodig, een fiets, rolschaatsen, nieuwe make-up. Zou je me wat geld willen geven om te gaan winkelen? Maar ik heb geen geld meer in mijn portemonnee. Bammer. Droomplankje, we gaan weg. De portemonnee past niet. Ik moet het geld van mijn zak terug naar mijn portemonnee verplaatsen. Oeps. Noodgeval. Ik moet het verstoppen. Hallo, zusje. Oh, nee. Bloem. Oef. Ik moet rennen. Waar is het tafelkleed? Ik snap het niet. Zus, ik ben zo terug. Is Rick voorgoed weg? Oké, waar verstopt hij zijn geld? Geen idee. Het is tijd voor een zoektocht. Aha, ik wist het wel. Het is een echte 100. Echt geld. Hé, waar is de rest? Er was een heleboel. Waar is alles gebleven? Het is vreemd. Er ontbreekt een 100-tje. Alice was eerder bij de foto. Waar is ze? Oh, dit is waar ik naar gezocht heb. Mijn lievelingspen. Ik wist dat mijn broer hem had. Wacht even. Ik neem al zijn lievelingspennen af. Kom op, ga in de kast. Oh nee, ze komt eraan.
Wat is er? Rick! Oh, $50. Dat is van mij. Is er nog meer geld? Nou, het is leeg. Auw! Rick, geef me het vuilnis. Ik help je wel even. Nee, nee. Wat? Dat is verdacht. Wat verbergt hij in de vuilniszakken? Oh nee, ik heb een stalker. Ik zal de zakken hier moeten laten. Het lijkt erop dat het eigenlijk afval is. Mijn geld! Welkom in onze club, bro. Wat wil je? Oh, een muntje. Wauw, is dat echt de kerstman? Wacht op mij! Rick, ben jij dat? Wat zit er in de zak? Dit? Cadeautjes? Ik heb dit jaar een baantje als bezorger van de kerstman. Ik zal ook iets voor jou vinden. Hier, het is een vogel. En dat is het? Ik kan niet geloven hoe gul je bent. Wacht even. Dat is echt geld. Wauw, dit betekent dat mijn broer een stapel geld in zijn tas heeft. Daar is hij dan. Laten we eens kijken wat erin zit. Ik heb een paar honderd nodig. Bah, het zijn vuile sokken. Dat is een waszak. Hij heeft me bedrogen. Hallo? Ja, ik kom eraan. Rick? Hey, heilige Franklin. Een stofzuiger heeft het naar binnen gezogen. Dat betekent dat er misschien nog meer geld in zit. Alice, geef me een stofzuiger. Nee, Rick. Ik maak het schoonmaken wel voor je af. Neem even pauze. En vergeet niet onder het bed te stofzuigen. Bedankt. En in de keuken. Ik ruik dat er een fortuin verborgen zit. Pas, zo stoffig. Dat is duidelijk geen $1 miljoen. Ik zal de planten water geven. Wauw! Rick, heb je dat gezien? Moet je kijken! Oh nee, ze heeft alles gevonden. Kom op, kijk eens hier. De bloem staat in bloei. Wat een wonder van de natuur. Zo mooi! Oef, ze heeft mijn grootste ding niet opgemerkt. Ik moet een andere verstopplek voor mijn geld vinden. Zoveel hapjes. Maar ik heb maar een paar centen. Ach, ik wou dat ik rijk was. Pepes, kredietspijkers. Wauw. Operatie compleet. Juffrouw, werkt het? Oeps, dat was onhandig. Auw, mijn tand. Joepie, de tandenvee komt me weer bezoeken. Mijn lieve kleine zusje. We hebben zoveel plezier samen. Ik zal haar verrassen. Oké, tandenvee. Ik wacht. Ik wil rijk wakker worden. Zoete dromen, zusje.
Vond je onze video leuk? Geef dan hieronder commentaar en vertel ons waar jij $1 miljoen zou verstoppen voor je vervelende broer of zus. En jullie, abonneer je op ons kanaal, like deze video en klik op het belletje. Mis geen enkele hilarische nieuwe video van Woehoe!